Oké, mensen, we gaan beginnen. Het is kwart over. Dennis en ik zullen ons even voorstellen en daarna gaan we gelijk beginnen. We hebben maar 1 uur de tijd om een opleiding te ontwerpen. Dat gaan de studenten doen. En in het herontwerp plaatsen. Dus we gaan eigenlijk alle dingen tegelijkertijd doen. Dat is misschien niet wat je helemaal verwachtte. Je krijgt hier wel een herontwerp, maar je krijgt het ingebouwd door de studenten. En Dennis die werkt hem zeg maar door in de, op het schema, zodat jullie meer kunnen kijken van wat hier gediscussieerd wordt direct verwerkt. Mijn naam Anne van der Meulen, ik ben e-teamlid. Ik ondersteun teams bij een onderwijskundige ontwikkeling. Soms ook docent en daarnaast ben ik ook voorstander trainer. Ik geef ook lessen aan studenten voor 2, 3 en 4, met name bij office management. Vanuit een heel andere achtergrond. Goed, ik ben Dennis Hoeven, ook docent in de landsteden. Samen met de onderwijslogistiek. En mijn portfolio is de herontwerptool uit de landsteden technisch. En als aanloop hiervan zie ik dat wij ons onderwijs aan het ontwerpen zijn. We praten over vaste werkweken, we praten over van alles en nog wat keuzes maken. En ik zie ontzettend veel varianten op dit moment al optoppen binnen de teams. Waarvan soms ik me afvraag, waar worden nou keuzes gemaakt? En vandaaruit hebben ze gedacht van, en heel vaak word je terug, ja dat doen we voor onze docent, student. En toen dacht ik, laten we eens bij de student beginnen, om eens aan hun te vragen, en hoe zitten we binnen hun eigenlijk onderwijs georganiseerd en uitgevoerd hebben, aan de hand van ervaring en kwaliteit die we hebben gehad de afgelopen jaren. En nou, we hebben een aantal oudejaarsstudenten die daar reflectief op kunnen kijken. En tegelijkertijd probeer ik wat zij hier vertellen, of ik dat ook werkzaam kan maken, om te laten zien in de herontwerp toe. Want we hebben ze ook van tevoren eigenlijk heel kort geïnstrueerd. Ze willen al in gesprek, wacht even, laat dat hier plaatsvinden. Maar dat wij ook laten zien, dat degelijk ook, dat wij niet alle keuzes vrijmaken. Dat wij keuzes maken, bijvoorbeeld over onderwijstijd. En dat als een student zegt, ja, geef mij eigenlijk maar geen les, ja, dan gaat hij op brand, dan gaat hij iets mis. Dus zij weten wel iets van de regels, maar tegelijkertijd zal de herontwerptool daar misschien een stukje in kunnen ondersteunen tot gesprek. Oké, dan de vorm. Ik zal jullie zo ook even de tijd geven om je voor te stellen, in ieder geval heel kort. De vorm, dit is een focusgroep, zoals we het noemen, is een onderzoeksmethodiek die je kan gebruiken bij actieonderzoek, een element daaruit. In het focusonderzoek, of in het focusgesprek, is wel een moderator of voorzitter, daar ben ik, maar ik zit uit de cirkel. Ik doe niet mee met de discussie. Ik bewaak alleen de tijd en ik stuur zeg maar de aanvang van de discussie. Zij gaan in gesprek, ongeveer een half uur tijd hebben ze. En in dat gesprek proberen zij de kernelementen die voor hen belangrijk zijn in de partij, proberen ze naar boven te tillen. Jullie als toehoorders in de buitencirkel, kunnen luisteren, maar je kunt niet deelnemen aan de discussie. Je kan eigenlijk maar één deel op één manier deelnemen, dat is door middel van de briefjes. Het is zo dat van een focusgesprek wordt normaal gesproken een opname gemaakt. En die opname die wordt dan door een transcript van gemaakt, wordt dan uitgetikt. En dan kun je aan de hand van de proberingen kun je kijken van hoe vaak in de discussie ergens over is geweest. En dan zou je dan weer interpretatie bij kunnen hebben. Dat opnemen doen we ook. We hebben een aantal cameraatjes die hangen en staan. En we nemen dus wat zij vertellen op. En ook, we hebben daar ook wat beelden bij, zodat we daar mogelijk later als voorbeeld wat mee zouden kunnen doen. Nou, de velletjes. Het idee is dat jullie degene zijn die het transcript maken. Dus we willen eigenlijk graag dat jullie zo luisteren, dat die kernelementen waarvan je denkt van die is belangrijk dat terugkomt in een geschreven stuk, die schrijf je op zo'n oranje velletje. Dat is het transcript, dus kernelementen vind je van hey, dat is belangrijk, dat schrijf ik op een oranje velletje. Die kunnen we uiteindelijk hier opplakken of in ieder geval in een schriftelijk stukje terugbrengen. Het gele vel is eigenlijk de vragen die je aan deze groep zou willen stellen, want er gebeurt van alles en je mag niet interveneren. Maar je kunt hier wel op het gele vel wel vragen schrijven. En 20 minuten voor het eind van deze workshop krijgen zij die gele velletjes te zien. En dan kunnen ze een keuze maken uit een aantal, of één of een aantal van die vragen die daar liggen. En dan geven ze daar met elkaar antwoord op. Niet in gesprek met jullie, maar met elkaar. Oké? Dus dit is het transcript. Dit is
de vraagstelling naar de focusgroep toe. En ik heb ook nog witte velletjes neergelegd. Als je kritiek hebt op bepaalde dingen naar ons, naar Dennis en mij, of die van hey, dat vergeet ik, graag op het witte velletje schrijven. En dan kunnen we die nemen en hebben wij de input om wat dingen verder te ontwikkelen. Even een voorstelrondje van de studenten. Graag welk landschap je uitkomt, welk team je werkt, of tenminste welke opleiding je doet, en hoeveel stages je hebt. En heb je die naam uit. Ja, ik doe de opleiding onderwijs als student, dus zorg en welzijn. En, derdejaars. Oh, derdejaars, ja. Laatste. Oké, Priscilla. Gaat hij al. Ja, ik ben Marleen, ik heb ook opleiding onderwijs als student, dus dat in het derde en het laatste jaar. Ik ben Steven, ik zit op het landschap. Vormgeving en Steven. Opleiding audiovisuele vormgeving, Ja, ik ben Sander, ik zit ook in de zorg en welzijn, student van derdejaars. Ik ben Priscilla, ik ben ook onderwijsassistent en ik ben derdejaars. Nou, ik ben Lotte en ik ben ook onderwijsassistent op de derdejaarsjaar. Oké, dankjewel. Het focusgesprek begint eigenlijk met een soort van opwarmvraag, waar ze nu mee gaan beginnen. Daar zijn we vorige week toen we een voorbereidingsuur hebben gedaan, zijn we daarmee begonnen. Daar springen we nu niet in. Het is zo dat we zijn al iets sneller dan gepland, dat is hartstikke mooi. Het is nu 2:55. En jullie hebben een half uur tijd om met elkaar de discussie aan te gaan. Nu is het zo dat het sluitstuk is eigenlijk wat hier staat, het herontwerpen. En de discussie die, als je praat over opleiden, bevat een aantal grote parameters. Kernelementen, dat is BPV-tijd, tijd voor coaching, tijd voor LWP en chicks en tijd voor examen. Dat moet er aan het uitkomen. En dus als jullie praten over, je kunt vrijelijk discussiëren, maar op een gegeven moment, dan willen we toch die vraag beantwoord hebben van oké, en hoeveel tijd in een week, of in een periode, of in een jaar wil je besteden aan BPV, of hoeveel tijd wil je besteden aan coaching, wat voor coaching heb je nodig? He, dus mijn enige rol zal zijn, is die van voorzitter. En ik zal jullie zeg maar een beetje sturen in de tijd, maar niet qua inhoud. Zo min mogelijk, dus moet je aan zelf opbrengen. Als ik denk van, er springt te weinig tijd uit naar boven over LWP of Twix, die woorden, want die heeft Dennis nodig om het in te kloppen, om het zichtbaar te maken, dan roep ik dat. Wat we ook niet gestuurd hebben, hier zie je een 3-jarige opleiding. Als je een 4-jarige opleiding wil ontwerpen, kan dat ook. Dat kun je zelf bepalen. Zijn er nog vragen of onduidelijkheden? We hebben tijd. Praktisch, zijn we nog pennen? Dat studenten geen pennen bij zich hebben, snap ik. Het begrip vaste werkweek komt hopelijk aan de orde, maar dat wordt door de studenten bepaald. Maar dit is een manier, voor de duidelijkheid, vaste werkweek, omdat wij praten over invulling van onderwijstijd. En tegelijkertijd praten we ook over studenten, hoe zij onderwijs gaan vormgeven. Nou dachten we van, volgens mij, als wij kunnen het gesprek over, als student is het gesprek over gaan hoe onderwijs wordt vormgegeven. En komt daar dan het begrip vaste werkweek naar voren. Daar ben ik wel benieuwd naar. En sluit dat dan aan bij het gedachtegoed van vaste werkweek. Dan zou je zo'nzelfde discussie met je team mee aan kunnen gaan. Ja, dat is even een beetje anders in het begrip dat we proberen via de andere input te kijken van wat betekent dat nou. Dus er wordt heel vaak gevraagd het begrip wat is nou vaste werkweek. Nou, ik laat studenten nou vertellen wat hun onderwijs is. Ja, dat is een visie als. Ja. Ja. Okay. Met andere vragen of onduidelijkheden over werkvorm of over het proces? Ja. Voor jullie ook helder? Oké, okay, eerste vraag. Werkweek, is dat gewoon ons voor? Ja, is toch een stage? Ja. Nee. Vaste werkweek is eigenlijk, ja? Wij praten over hoe wij onderwijs moeten vormgeven. Binnen landsteden, vormgeven. En daar zeggen wij wat over onze werktijd, maar ook over onderwijstijd. Dat is een dubbel begrip in feite. En je kan het op 2 manieren invliegen. Nou, en wij doen het nu vanuit jullie. Wat betekent voor jou nou je onderwijsweek, je onderwijsjaar, over jaren? Ja, hoe ziet dat er nou uit? Ja. Want als jij dat vormgeeft, zullen wij daarna moeten participeren op wat jullie hebben gevraagd. Als docenten. Ja,
Ja, want jullie gaan onverhoogde maken. Ja. Ja. De allereerste vraag. Wat is voor jullie onderwijs op maat? Nou, ik vind wel onderwijs op maat dat je genoeg les moet krijgen, maar ook vaak moet opdoen in je stage. Want anders kun je dat nog niet als je bijvoorbeeld 3 jaar voor gezeten hebt en alleen maar les gegeven. En dan wil je het werk doen, maar dan heb je geen ervaring in het werk. Ja. En de dingen die je op school liet, die kun je dan ook toepassen in de praktijk. Dus dan ben je eigenlijk 2 keer zo snel. De opdrachten die je doet, die moet je aanschrijven. Ja, dat moet je ook uitvoeren. Of dat die van het school krijgt, moet je kunnen uitvoeren bestaan. Ja, dat het ook aangepast is aan de school wat je les geeft. Dus bijvoorbeeld SBO, VO, gewoon reguliere onderwijs. Ja, dat is ook wel. Ja. Ja. Dat moet ook wel verschil. Dat je niet opdrachten krijgt die je eigenlijk niet kan uitvoeren. Nee. Dat die nog later op school aangepast moeten worden, zodat je pas later kan beginnen met je opdrachten. Maar ze kunnen je gewoon eigenlijk eerst de theorie goed behandelen. En dat je die daarna eigenlijk gelijk in hetzelfde jaar, dat je natuurlijk ook nog niet dat je die ook gewoon in de tijd terug ziet. Dat is wat de periodes verwerkt, dus van wanneer kun je ook bijvoorbeeld een vak kiezen wat centraal zit of meer een vak. En dat je die dan uitvoert op je stage en dat je dan een periode weer andere vakken kiest. Dat je maar één periode, deze periode op school zit. Maar ook van de eerste periode wel. Ja, van je eerste jaar, maar ik zit het van elk jaar. Wij moeten sowieso in verpleegkunde moeten eerst even kennis vergaren voordat we dit in de praktijk gaan uitvoeren. Dus jullie ligt het toch anders. Ja, als onderwijsassistent, dat is wel belangrijk dat je basisdingen. Ja, maar het is dan meer over ontwikkelingspsychologie. Ja, dat. Ja. Dat je dat gewoon in de eerste week krijgt en daarna gewoon dat je een vak krijgt aangeboden waarmee je stage kunt oefenen. En als je daar dan een verslag van hebt gemaakt, dat je daarna inderdaad een oefening mag uitvoeren. Van die stapjes. Ja. En het is belangrijk dat ze dus van logische volgorde. Ja. Dat ze niet in het laatste jaar, in de laatste periode een vak geven waar je eigenlijk eerste jaar iets. Veel meer zijn. Op zich in het laatste jaar kunnen ze wel meer les op maat geven. Ja, meer voor de periode en nog meer voorbeeld in het pad. En daar gewoon. Les gaat geven wat de studenten graag doen en waar ze meer verdieping in willen. Dat je iets meer. Dat je kunt verfijnen wat je al hebt geleerd. Ja. Misschien een soort cursusje voor de naast. Bijvoorbeeld, wij krijgen dan EHBO in de laatste periode. Zoiets, maar dan wat gepast. Want ik vind dat eigenlijk dat je dat al in het eerste moet hebben. Ja, omdat je 3 jaar al kinderen hebt. Ja. Ja, nu heb je er niks aan. Ja, in de zomervakantie of zo. Maar dus jullie zeggen, op maat is koppeling onderwijs en BBV direct aan elkaar. Elke leeftijd en BBV moeten inhoudelijk aan elkaar gekoppeld zijn. Dat is wat jullie zeggen. Ja. Dat je eigenlijk de theorie gelijk weer terug ziet in de praktijk. In mijn opleiding ervaar ik dat wel heel sterk. Dat de theorie dat ik, wat ik leer, dat het steeds meer ook in de praktijk terugkomt. En dat vind ik wel heel erg fijn. Dan weet je gelijk wat je kunt doen, wat voor kennis je nodig bent om iets te doen. Ik heb dat wat minder. Ik heb meer op stage geleerd dan in het eerste jaar dan van de opleiding. Maar dat is nu ook vooral, het was eerst jaar fotografie. En daarna kon je kiezen cameraman of fotograaf. En toen ben ik op stage gegaan, maar dat was eigenlijk, heb ik wel veel geleerd camera op iets. Maar dat is meer veranderd, maar ik zou ook. Wel meer, maar mijn opleiding wil zien dat je meer wat les geven, zodat je gelijk op de BBV aan de slag gaat. Ja. Ook een sterke koppeling, dus je zegt eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar heb jij eerst een half jaar les en een half jaar stage? Het eerste jaar heb je gewoon les, dan heb je het tweede jaar een half jaar stage en het derde jaar heb je ook nog een half jaar stage. Dus als je bij stage hebt, dan zit je niet op school te sturen? Nee. Dus wij dat is ook wel aardig fijn. Want wij zitten 2 dagen op school en 3 dagen op stage bij de basisschool.
En dan kun je gewoon je vragen nog stellen die je nodig hebt voor je opdrachten. Of ja. Extra, als je met opdracht bezig bent, dan krijg je toch nog lessen die je dan uit kunt voeren. Dan weet je wel echt, we hebben wel een beetje qua tijd op beloond. Ja, ik denk dat ik dat ook veel fijner vind. Ja, want als je tegen dingen aanloopt of zo, ja, dingen dat je niet lekker in je vel zit, dan heb je ook geen coach bij waar je dan... Nee. En je houdt dingen bij, zoals je krijgt op stage niet rekenen en Nederlands en zo. Nee. Je zit je klasgenoten niet. Dus nee, ook niet. Geen leerkracht inderdaad. Nee. Onderhoud contact ook niet. Nee. Zoals met je, wat jij zei met dat coachen. Dat heb je gewoon niet. Val je eigenlijk wel op terug. Ja, dat is, het is maar 1 uurtje in de week weer bij ons. Maar het is toch wel altijd als je een moment hebt of je vragen. Of is iets in de klas dat je dat toch even op een rijtje hebt. Ik merkte wel, de terugkomdag heb je bij ons dan. Een aantal weken. En dan zie je wel het verschil bij studenten. Wat zij hebben geleerd en wat ik heb geleerd. Het zijn wel heel verschillende qua niveau tussen. Maar je hebt wel allemaal dezelfde opdrachten of krijg je voor zo'n Je hebt verschil per bedrijf waar je zit, maar je hebt wel in stage moet je een aantal LLP's maken, maar dat is stelt niet zoveel voor. Ik krijg geen vaste opdrachten die je moet doen in 1 jaar. Nee, ja. Heb je geen proefjes? Ja, nee, dat heb je niet te plaatsen in een proef. Oh, dat is ook niet echt. Ja, je moet een aantal kerntaken werkprocessen moet je. Dus eigenlijk als jij een bedrijf hebt wat eigenlijk niet heel veel van jou vraagt, wat eigenlijk jou alleen als stagiaire behandelt met van doe maar de laatste klusjes en zo, dan leer je haast niks. Nee. En dan ben je toch ook niet gemotiveerd? Nee. Ik zou dan eigenlijk gewoon niet gaan. Ja, maar dan kan je natuurlijk ook voor stage weer doen. Ja. Oh, dat kan wel. Ja, dat doe ik. Dat hebben we ook gedaan. Dat is de tweede jaar. Ja, dat kan wel. Maar dat kan wel met nee, kan je niet van stage doen? Ja, kan wel, maar dat moet wel echt aan de hand zijn. Ja. Okay. Maar jij zegt dat je hebt, ik heb ook terugkomdagen, maar wat wordt er bij de terugkomdagen behandeld? Een presentatie geven, wat je geleerd hebt en eruit uitziet. Ja, bij ons ook krijg je gewoon eigenlijk les van een aantal vakken, zoals klinische redeneren bijvoorbeeld. Maar ik volg met terugkomdagen wil ik dan wel graag zien bijvoorbeeld dat je coach er is. Dat je problemen, jullie kunnen dan wekelijks je problemen bespreken. Dat je gewoon echt je problemen kan bespreken als je die hebt. Wat persoonlijke tijd? Gewoon echt meer coaching. Komt die coach niet bij je op stage dan? Ja, dat is 1 à 2 keer in 2 periodes. En aan het eind van de periode hebben we ook coachgesprekken. Ja, periodegesprekken. Zit je in een klein groepje zoals dit en dan bespreek je gewoon hoe het in de klas gaat, hoe het met je school gaat of je als bereidje hebt en dan spreek je dat in het kleine groepje en dat is dan ook een beetje dat persoonlijke. Ja, je en dat kunt doe je dan zelf, elke periode. Ik moet ook zelf aangeven. Ja. En dat is wel veel fijner, zo kun je ook krijg je iets meer een band met je klas en met je coach. Ja. En zo kun je ook je eigen problemen oplossen misschien in het midden van de klasgenoten. En nu krijgen we gewoon eigenlijk les. Het is niet dat we echt over onze stages praten en waar je tegenaan loopt. Ja, wat dus verbeterd niet dat je je PPV-ervaringen deelt. Nee, en je pauzes. Ja. Wij doen dat echt heel veel. Ja, want het is ook een stukje veiligheid vind ik altijd. Iets waar je op terug kan vallen op school. Ja. En als je op stage niet verder geholpen kan worden, dan is dat altijd in de klas. En altijd met je coach ook. Met klasgenoten. Want in je klas zie je toch de herkenning van als je bijvoorbeeld ergens tegenaan loopt tegen een hele drukke leerling, dan toevallig bij ons. En je twijfelt of je het goed hebt aangepakt of zo. En bijvoorbeeld iemand anders in je klas heeft ook zoiets. Ja. Dus je zegt, de groep heeft een functie eigenlijk. Ja, maar je herkent jezelf een beetje. Je denkt niet van, ik ben de enige die een probleem heeft met een leerling bijvoorbeeld. Krijg je dat allemaal? Ja. Dat is wel fijn. Ja, en omdat iedereen in zo'n situatie misschien anders zou handelen, kun je daar ook weer van leren. Ja. En ik denk als ze wel van die blokstages doen, zoals bij ons opleiding, doen ze nu... leerwerkbedrijf, dat je zegt dat meer mensen naar 1 stagegroep gaat. Of naar 1 stage school. En daar heb je dan ook elke week weer. Ja, en dan heb je van meerdere jaars bij elkaar. Dus met de eerste, tweede en derde jaars. En die leren dan ook weer van elkaar. Ja. Dus dat is ook wel een stukje veiligheid. Ik denk dat dat dan wel. Maar dat is dan wel nieuw bij ons op de opleiding. Zeg maar gewoon een vaste aantal stagescholen met een vaste samenwerking, zeg maar. Dus elk jaar komen er 6 studenten naar die school toe. En ook eerste, tweede en derdejaars. Dus daar kan je als eerste en tweedejaars ook weer heel veel van leren. Ja. En onderwijs op maat is niet zelf je, of de leerlingen niet het lesprogramma laten maken. Want als wij
we hebben heel vaak, vooral bij één docent, ik ga geen naam noemen, maar dat wij onze, dat wij nou ja, bijvoorbeeld het vak geschiedenis hebben en dat wij, nou ja, er zijn een aantal tijdsvakken, nou ja, jullie groepje doet, gaat daar een presentatie over doen, jullie groepje daar een presentatie, jullie, nou, en dat we daar gewoon 6 lessen mee bezig zijn met de presentatie en dat we daar een presentatie hebben, nou, en dan hebben we een toets en dan kijkt hij ook nog raar op dat wij die toets allemaal niet halen omdat we alleen maar naar presentatie met onze presentatie bezig zijn. En dan even een boek uitje halen. Ja. Ja, maar die presentaties kunnen wel, maar dan wel met het uitleg van hem ook. Ja. Het moet een presentatie zijn als afsluiting van wat je al hebt geleerd in de les en niet waar je zelf onderzoek op aan moet gaan. Dat vind ik ook meet voor het HBO. Maar dat heb je ook wel met meerdere lessen, dat je als de leerkracht dan zegt van nou, dit onderwerp staat centraal in het thema. Net zo'n profileerboek. En als je dan zegt, nou, dit zijn de groepjes en jullie lees even die 3 bladzijden, jullie 3 bladzijden. En dan geef je het aan de klas en dan is haar uitleg geweest. Ja, dan dat kan wel. Je kan er wel leren er wel wat van, omdat je in de groepjes en je bent jezelf mee bezig. Maar het is, als dat elke les is, dan. Ja, je kunt dat wel doen, maar dan wel in de derde of de vierde jaar voor jullie dan het laatste jaar bijvoorbeeld. Dat zie ik nu ook heel veel in mijn opleiding, dat wij gewoon een aantal onderwerpen verdelen. En dat we daar een eigen presentatie over maken. Maar duurt dan heel de les, presentatie? Of is heel de les alleen maar presentatie? We hebben ook dat we alleen presentaties hebben. Maar elke presentatie is weer anders. Ja, dus je leert ook wel van wij doen dan met de presentatie doen we dan verder niks. Wij horen wat. En dat is klaar. Dus je maakt er geen opdracht bij of zo. Dat je denkt, nou, zo koppel ik het even terug. Je moet kijken wat ik ervan heb geleerd. Je moet gewoon aantekeningen maken. Ja. Op basis van die aantekeningen, want de docent maakt dat ook, gaat hij een toets maken. Maar wij kunnen misschien een hele andere aantekeningen hebben dan wat hij heeft. Dus dan heeft de hele klas alsnog... Kijk, en een presentatie geven vind ik niet erg. Vind ik hartstikke leuk. Maar ja, alleen het feit dat je eigenlijk zijn lestijd indeelt, vind ik eigenlijk best wel belachelijk. Dus je bent de hele tijd bezig met zo'n presentatie, terwijl je... En dan heb je 2 lessen leren wat van de rest en dan moet je een toets van. Want je hebt ook een voorbeeldfunctie. En nou, iemand die bij McDonald's werkt, die kan ook wel zo lesgeven. Ja, maar dat is toch zo. Ik bedoel het niet echt helemaal in de avond hoor. Maar niet McDonald's. Nee, maar... Ja, maar zo geef je geen les. Nee. Dus we hebben het over LWP-tijd, LWP en Twix-tijd. Ja. En jullie denken dan aan een bepaalde invulling. Ja. Want het is, ik kan best wel dat je een presentatie geeft. Ja, ik denk dat het gecombineerd moet worden dat je en theorie hebt en daarna zelfstandig aan het werk kan. Dat je iets van die theorie, dat je dat in die opdracht verwerkt en dan kijkt of je het hebt begrepen en dat je door die Twix of die LWP dat je dan verdieping in doet. Ja, kijk, als je nou, want we hebben periodes van 8 weken, toch? Als je nou, je doet de ene les, 4 lessen, nou ga je in op waar je mee bezig gaat, nou, geschiedenis, ontwikkeling, psychologie. En als je daarna nou gaat werken aan presentaties, dat is niet zo heel erg. Want daar, dan heb je theorie gehad, ben je zelf bezig en hoor je weer wat van anderen. Maar als je de hele tijd bezig bent met 1 presentatie, maken, dan leer je... En ook alleen maar over je eigen onderdeel. Ja. Dus jullie zeggen eigenlijk steeds, er moet een constante koppeling zijn tussen datgene wat je leert en wat je gaat doen, toepassen. Of toepassen in je Want zo blijft het ook vers in je hoofd. Of opdracht toepassen aan, ja. Want het is van, als je theorie toe krijgt, dan komt het ook wel binnen. Maar als je daarna zelf nog weer bezig gaat, of in een groepje mee aan de slag gaat, dan blijft het wat langer en langer dan één les. Ja. Maar het is ook werkend leren, toch? En daar staat het mbo toch voor? Het is niet een boekje in je hoofd stampen en dan een toets maken. Ja, jullie weten wel heel veel vanuit de praktijk met de MBO. En bijvoorbeeld dat je vanuit je... We hebben bijvoorbeeld de proeven thematisch werken. Als we dat in het eerste jaar doen en dat we dan ook zelf op school geschiedenis krijgen, dan kunnen we bijvoorbeeld wat wij op school leren aan die kinderen leren, zodat het ook weer vers in je hoofd zit en dan kun je daarna een toets maken. Ja, maar dat ligt met name in je stageklas die je... Ja, maar dat we vanuit de school... Als je 1, 2 hebt, dan kun je geen geschiedenis geven. Nee, dat snap ik. Maar nou, dan bijvoorbeeld in het tweede jaar... Dat je dan bijvoorbeeld in het eerste jaar onderbouw moet lopen, tweede jaar bijvoorbeeld middenbouw. Ja, dat en derde jaar dat je misschien zelf ook mag wel kiezen. Beter verdelen. Want zoals ik heb dan de eerste 2 jaar kleuters gehad en nu heb ik groep 8. Ja. En het is op zich wel een hele uitdaging, die verschillende uitersten, maar je hebt niks tussenin gehad. Nee, maar dat kun je zelf kiezen toch? Ja, maar het is niet echt verplicht niet gesteld.
Als ik op een stageschool kom, volgens mijn tweede stageschool heb ik een stageschool gekozen. En dan kon ik niet kiezen welke groep ik kreeg. En dan kon je niet plicht vanuit aangeven dan? Ja, maar ja, als een stageschool jou plaatst. En qua opleiding zijn er geen eisen waar een stageschool moet voldoen welke groep ik moet als tweede jaar. En jullie dan? Jullie kunnen ook in verschillende onderdelen werken of zo? Ja, we kunnen in verschillende onderdelen of verschillende instellingen werken, om zo te zeggen. En elke opdracht kan in elke. In principe wel, ja. De tweede en de derde jaar zijn de opdrachten wel allemaal hetzelfde. En dat wou ik eigenlijk ook nog aan jullie vragen, hoe die opdrachten eruit zien. Of dat je wat je in het tweede jaar hebt gehad, dat je dat in het derde jaar weer terugkrijgt. Maar dan een andere instelling of andere school. Nee, dat zijn wel heel klein beetje met dat, ja. Niet echt. Ja, goed voorbereid krijg je bijvoorbeeld iedere keer weer toe. Ja, maar we hebben niet gezegd dat je één, want wij werken in de klaswerk, doen wij dan die LFP's. En dan moet je daar een verslag van maken. En dan moet je een toekenning en dan mag je proeven doen op stage. En daarnaast hebben we niet, als we die proeven hebben gehad, dat we dan in het tweede of derde jaar nog een proeven krijgen die daarop voortgaat. Dat je daar nog verder, als je, omdat je dan wat meer ervaring hebt, dat je daar wat moeilijker of meer eisen aan krijgt. Bij mij heb je wel verschillende richtingen. Als je bijvoorbeeld een film gemaakt hebt, iemand is regisseur, de cameraman, iemand die zorgt voor het geluid, iemand zorgt dat de spullen gerecht worden. Ik denk dat het wel handig is, als je zo vroeg mogelijk begint met LLP's, en dat je dan van een rol wisselt, dat je achter kan komen welke rol bij je past. En dat je daar ook een stage bij zoekt. Ja, want in welk jaar moet jij kiezen wat voor rol je wil of waar je op wil specialiseren? Volgens mij is dat nu een tweede jaar, dat niet. Ik heb het in twee jaar gedaan. Dus dan heb je eerst twee jaar gewoon van alles wat? Ja, ik ben nog geswitcht van trouwens vorig jaar. Dus dat kan ook. Oh. Maar als je het zo goed mogelijk begint, dan kan je ook gelijk daarna specialiseren. Ja, word je helemaal beter. Ja. En dat is op zich wel goed, vind ik, dat je eerst twee jaar dan even algemeen aanbod krijgt, zodat je echt kan kiezen van wat je wil en wat je. Waar je talent ligt en dat je daarna kunt specialiseren. Ja, dat je echt op zoek gaat naar wat je ligt. Ja, waar je talenten zijn. Ja, dan verspil je ook geen tijd. Nee, want. Jullie beginnen te construeren nu. Hè? Dat is mooi dat dat op dit moment plaatsvindt. Jullie hebben een kwartier over op maat gesproken. Dat zijn allerlei begrippen. Wat zeg je? Dat voelen wij aan. Hoef je niks voor te doen. Nee. En dat construeren is eigenlijk van hoe ziet dan zo'n eerste jaar eruit, hoe ziet een tweede jaar eruit, hoe ziet het derde jaar eruit, in verhouding tot die op maat elementen die je net noemde. Hè? Dus elementen als LWP-tijd, coachtijd, examineringstijd, het praten over proeven. Het zou mooi zijn als je je discussie in elkaar kan, verder in elkaar kan vlechten. Ja. Dat je die constructie zeg maar kan bouwen. Van oké, hoe wil je dat dan doen met die BPV? En hoe wil je die coaching daarin plaatsen? En hoe wil je LWP-tijd, werken aan opdrachten, werken aan onderwijs, hoe wil je dat vormgeven? Nou, dus eerste jaar. Ja, ik denk dat sowieso wel, want jullie zijn heel anders gewend met stages lopen dan wij twee. Want wij doen dan één volgend, zonder naar zo'n te gaan, met twee op één of twee. Ja. Dus ik denk maar dat wat zou jij beter vinden in jouw opleiding? Ja, hoe jouw ik nu ook doe eigenlijk. Niet zoals wij. Nee, het lijkt mij niet, omdat wij dan eigenlijk te weinig tijd hebben om de theorie echt goed daadwerkelijk uit te werken en te leren en dan direct goed te passen. Maar jullie hebben zoals wel heel veel theorie. Ja, ja. Ja, wij niet. Wij doen eigenlijk niet zo goed. Nee. Hey, ik, wat zou jij niet vinden? Ik zou ook wel stage en ik denk dat voor een gemiddelde opleiding wel wat mooi is dat je gelijk theorie en praktijk kan doen. Ja, dus bijvoorbeeld twee dagen les en drie. Misschien de eerste paar weken dat je theorie krijgt, anders is het een beetje snel. Dus in de eerste periode nog geen stage? Nou, ik vind van wel. Ja, want wij hebben ook veel opdrachten die je moet nemen. Ja, de eerste periode. Oh, de eerste periode. Ja, nee, oké. Dan zou ik eerst nog even op school. Je moet ook heel veel coaching. Je moet ook in de periode. Ja. Je moet kunnen winnen en je half jaar doe ik het te lang, denk ik, als je dat alleen maar op school kan. Ja, wie doen? Ik denk dat het wel. Nee, niet periode 1, zodat je echt de basis hebt. Periode 1 nog geen PVV. Nee, maar wel veel coaching, want je klas winnen en een manier van lesgeven. Wat veel coaching? 3 uur per week? Het eerste jaar? 3? Ja, maar die hadden ook voor spelletjes, voor sofa. Nee, niet genoeg spelletjes. Nee, maar dat deden wij toch altijd. Is dit per week? Hoeveel doen we dat?
aantal verbindingen. Wat voor moeten we opzeggen? Je zit 5 dagen zit je school, hè? Ja, 5 dagen school. Hoeveel uren heb je dan ongeveer in de maandag? Nou, maandag, woensdag en vrijdag verkozen. Ja. En hoeveel uur per dag? 1 uur per dag. 1 uur per dag, dat vind ik wel veel. Ja, dat vind ik ook heel veel. 3 dagen in de week. 3 dagen in de week. 3 uur met je coach. 2. Ja, want ik, uit mijn ervaring, ik heb gewoon... ik ga nog wel lekker door mijn opleiding heen. En ik heb gewoon, als ik bij mijn coach zit en er wordt gevraagd van, nou, gaat het echt goed? En de opleiding, ja goed, dan sta je zo. Toen ben ik klaar. Dus het is wel verschillend. Nou ja, maar dan een extra uur voor de mensen die zich daarvoor op kunnen geven. Zo flexibel iets zijn met je, als je echt... Ja, maar in het begin hebben wij spelletjes elkaar leren kennen. Ja, maar dat was heel leuk. Ja, maar daarom zijn we ook zo'n rechte klas met 2 klassen. Nou, 2 uur dan. Ja, 2 uur. Dat hebben wij ongeveer ook gehad. Ja, we hebben nu ook een andere. Is het belangrijk om een hechte klas te zijn? Ja. 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 Want je moet ook persoonlijke dingen doen. Ja, want wij hebben heel veel ervaringen die je uitdeelt. En daar speelt soms die thuissituatie ook met mee. Nee. Groeperingsvorm, de wijze waarop je bij elkaar zit, is belangrijk. Ja. Ik denk dat het bij coach eigenlijk altijd verschillend moet zijn. Want ik vind het is belangrijk dat je met de hele klas dingen kunt doen, dat je in groepjes moet en dat je persoonlijk kunt zijn. Ja. Dus, maar dan is 3 uur toch niet heel veel, want als jij coach 3 uur... 2,5. Ja, gewoon ondernemen. Ja, meestal 3 uur. Ja, maar het is ook... in het eerste jaar 3. Nee, in het eerste dan is 3 wel oké. Ja. 3. Oké, we moeten wel wat stappen gaan maken nu. Dus we kijken naar periode 1. Ja. Ik zou periode 3 zou ik pas met de baby verder doen. Nee, dat zou ik niet doen. Dat is niet bij ons. Ja, maar het ligt aan bij welke opleiding. Ja. Ik denk, als je over het algemeen bekijkt, gewoon van alle opleidingen, ik denk dat je gewoon echt wel 2 periodes nodig hebt. Want om enigszins een basis neer te kunnen leggen. Wij hebben niet zo heel veel theorie die wij hebben. Voor je stage. Ja, dat is misschien meer bij jullie. Maar het zou bij ons ook wel kunnen. Ik denk dat kan wel. Dat ook wel. Je stage mag je wel leren. Het is van, ik denk wel dat je in de eerste periode en de tweede periode dag in de film moet hebben. Dat je misschien iets meer theorie krijgt, zodat je, als je die stage ingaat, dat je echt het gevoel hebt dat je denkt van, mensen praten ergens over en jij denkt van, oh, ik kan meepraten. En dan meer over die cognitieve toetsen, want als het gaat om qua ontwikkeling van de leerlingen, dan zou ik dat in een latere periode doen. Dus in de tweede periode doen we heel veel L met P's en toetsen. En dan in de eerste. Hetzelfde, een beetje. Dus dat is gelijk verdelen. Ja. Dus periode 1 en 2 lijken op elkaar. Ja. Dat je echt gewoon die introductie krijgt van je opleiding en de basisbeginselen krijgt. Dat je in periode 3, 4 iets minder school hebt en meer stage. Ja, dat je dan met je stage gaat beginnen. Maar dan alleen stage. Of hoe jullie het dus we hebben 2 periodes nu. Ja, dat is ook wel. Ja. Oké, misschien nog 10 minuten. En woensdag is vrijdag. Ja, dat moet ik zeggen. Nee, maar omdat van woensdag heb ik kortere dagen. Ja. Maakt het niet uit. Maar dan moet je eigenlijk je opdracht afsluiten. Oké, ik ben stil. Ja, hartstikke goed. 2 dagen. Nee, de feest is voor jou, we moeten een langer dag maken. Ja. 2 dagen. Ja. 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 Dus in het eerste jaar, of in de eerste 2 periode zit LOP-tijd, Twix-tijd, coach-tijd. Ja. Zit er examentijd in? Nee. En examens dan geen week. Ja, maar voor het groep ook al. Ja, maar dat willen wij wel, zij niet. Ja, maar wat willen wij? Willen wij door examens afleggen of willen wij dat helemaal afleggen? Vanaf de derde periode denk ik wel. Zijn de examens, als je moet echt een examen halen om door te gaan in het vak? Mm-hmm. Nou, we gaan het afsluiten. Oké, anders mag je dan niet. Nee.
Maar want als je bijvoorbeeld al die examenstof en al die proeven die je moet afronden, als we het laatste jaar doen, de laatste periode, dan loop je daar alleen maar tegen. Ja. En als je bijvoorbeeld zou je dan kunnen doen, als je met die eerste paar periodes er iets haalt, dat je mee mag nemen naar het volgende jaar, dat je daar dan een vraag mag krijgen, dat je dan wel kunt halen. En dat je er niet aan het einde van het jaar tegenaan loopt van, nou, eigenlijk kan ik er niet en misschien had ik je meer nodig moeten oefenen. Dus dat in de laatste periode positief. Jullie willen drempels? Kunnen jullie beter periode 2 ook nog voor één examen doen? Jullie willen drempels? Ja, maar jij hebt ook een stokwacht. Laat maar. Ja, dan. Een aantal LVP's moet je allemaal doen. Per vak. Dat waren drempels. Ja, dat waren drempels. Een kentaak per successie moet je aantal. LVP's of examen? Nou, ik denk dat we meer LVP's in het eerste jaar moeten zitten dan proefers, maar ik vind wel dat je bijvoorbeeld een proefers wel moet halen of zo in het eerste jaar. Nou, je mag ook wel gewoon die basisdingen, gewoon dagelijks werkzaamheden, maak een kijktafel en goed voorbereid. Oké, hoeveel tijd? Ja. 5 uur. Ja. 5 uur per periode. Dus is die tijd dan op stage of op school? Hoeveel dagen naar school? 3 dagen naar school toch? Nee. Weet niet. Ja, wij zeggen 3 dagen. Ja, ja. 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 En 2 dagen stage. Ja, dus wat doen we? 5 uur per examen? Ja, per periode. Ja, dus hoeveel is maar, wat vorm is dat LOP dan? Ja. Nou, wij ja, we hebben een examen. Ja. Oké, dus periode 3 en 4 lijken ook op elkaar. Ja. We staan op een blok stage en een blok LOP tijd. Maar er zit ook al examentijd in. Ja. En nu met coaching? Ik wil staat wel staan. Ja, dus er staat wel mee. Ik wou even zeggen waarom ik eigenlijk dit wel een goede keuze vind. Misschien wel voor de rest van het leven. Ik merkte dat ik in het stage na het tweede jaar, dat ik, ik was heel erg veranderd, veel volwassener geworden, meer serieus met de opdracht gelezen. Mm-hmm. Ik denk als je daar vroeg mee begint, dan heb je meer profijt van die verder. Ja. Dus ik waardoor je voor al in het eerste jaar stage plaats. Ja. Ja, want je wordt wel volwassener van je stage. Ja. Je gaat ook met een groot team om. Je wil nu naar het tweede jaar? Ja, weet ik niet. Ja, anders kan het er nooit over zijn. Maar in het laatste periode moet ook nog examen. Ja, examen kan nog een periode 4. Denk jullie maar vast na over het volgende. Gelijk beginnen. In tweede jaar gelijk stage. Dat is niet in ieder geval. Ik zou het voor hetzelfde doen als eerste. Dat heb je de klas helemaal niet gezien. Maar wil je dan gelijk een andere klas? Ik zou met dezelfde klas, ja. Ja, toch? Ja, dat is wel prettig. Nee, maar dat is toch als je een hele andere. Wij mogen alles kiezen. Maar als je nou eerste periode, eerst 8 weken, gewoon weer de basis, klas willen, als je een andere klas. Nee, we willen gewoon dezelfde klas. Ja, gewoon weer dezelfde klas. Nee, je blijft gewoon helemaal dezelfde klas. Ja. Dus wel gewoon dat je weer begint. Je zou superveel coaching moeten hebben als aan het begin van het jaar. Ja. Dus de eerste afdeling, eerste periode nog geen stage? Nee, maar dan misschien iets meer theorie. Ja. En dan die verdiepende theorie in dat je. Ja. En dan de volgende drie periodes wel. En dan wel stage. Dat je dan bijvoorbeeld periode 2 iets meer stage hebt, dan 3 en 4 weer meer. Ja. En dan, dat je het eigenlijk geleidelijk opbouwt. En dan nu 2 schooldagen, 3 dagen stage? Nee. Of gewoon weer 3 dagen school, 2 dagen stage? Ik denk dat je uiteindelijk wel naar 3 dagen stage moet. Ja, dat vind ik ook. En dan in de tweede periode al? Ja, vind ik wel. Ja, dat heb ik zelf ook gehad. Ik vond het wel heel prettig. Ja. Ja. En dan word je ook echt gezien op je stagebedrijf als. Dus niet hier, maar hier, voor mij? Ja. En hier zeg je 3 dagen? Ja. En dan heb je toch wel enige kennis opgebouwd in het eerste jaar. Ja. En dan kun je ook wel meer toepassen. En dan kun je ook nog de examens in het eerste jaar niet gehad. Ja. En dit telt dan ook gewoon voor de derde en vierde periode? Ja. 3 en 4 ook. Maar hoeveel coaching doen we dan? Ik denk dat wel wat iets minder mag aan coaching. 1 uur per week. Als je gewoon de eerste 2 periodes 2 uur en daarna 1 uur? Ja. Of de eerste periode gewoon 1 uur. Ik zou zeggen periode 1 en 2, 2 uur en periode 3, 4, 1 uur. Ja, maar. Ik heb net van coaching gezien,
Als ik iets met coaching heb, dan is het vaak over mijn stage. En als ik stage heb en niet meer coaching heb. Want er zijn altijd heel veel leerlingen die onze coach nog maar de tijd willen spreken. Ik denk dat je sowieso de periode 2, 3, 4 minimaal 1 uur per week of zo. Ja, 1 uur. Want je moet ook je stage kunnen bespreken. Ja. Maar het uur wat wij nu op woensdag als de werkvraag hebben, dat is eigenlijk ook nog een soort coaching. Oh, ja, dat is goed. Want daar bespreek je ook je stage ervaren. Ja. Dus dat vind ik ook heel erg onder coaching valt. Dus 1 uur per week? Ja. Ja, zoiets. 1 uur ja. per week coaching. Maar is dat persoonlijk of is dat goed? Alles. Dat je dan wordt je coach. Maar je dan kan je dat geen anderhalf uur genoeg hoor. Nee, anderhalf uur dan. Dus je net, die redt dat niet in een uur hoor. Ja, dat kan ook voor je klassen inderdaad. Ja. Dat je dan gewoon de tijd voor de groep hebt en nog tijd voor persoonlijke dingen. Dat je dan kunt zeggen van nou, dat is nog wat persoonlijk, kan even naartoe met de tijd voor vrij. Kan anderhalf dan of niet? Ja. Ja. Kan toch allemaal. Alles kan. Zit er een groot verschil tussen tweede en derde leerjaar? Qua theorie vind ik wel dat dat moet. Ja. En dat je ook meer verantwoordelijkheid zelf krijgt. Dat je minder, nou ja, wel nog besturing krijgt vanuit school, maar dat je het meer zelf persoonlijk moet vragen. Ja, iets meer zelfstandigheid. Ja, zelfstandigheid naar voren laat komen. Want als je in het derde jaar zit, dan moet het toch, als je afgestudeerd bent, toch eigenlijk gewoon zelf zelfstandig zijn. Hoe kunnen we dat hierin zien? Minder coaching. Meer tricks en meer planner. Examens kunnen ook nog een zo breed zetten. Ja. Maar hoe doen we dat dan met die tricks? Tricks ga je op stage doen? Nee, je gaat sowieso 3 dagen naar de stage. Dus je moet sowieso de tricks in de LDP het hele jaar door. Ja, wat is het verschil tussen LDP en tricks? Tricks is les. LDP is de tijd die je aan moet hebben. Zelfstandig tijd? Ja, nee. Die moet eigenlijk wel aanwezig zijn. LDP-tijd is het voertuig van onderwijs in Landstreek. Ja. Het is dus een integratieve, grote integratieve opdracht waaronder een serie tricks aan hangen. En die stuur jou wel in een bepaalde richting van de opleiding. Ja. Oké. Okay. Hier zijn tricks. Dus we moeten nu nog het LWP's en tricks, dat doen we toch het hele jaar door? Ja, en dan misschien in de periode 1 iets meer van LWP's en tricks die dan minder op je stage zijn gericht, maar die je gewoon op school kunt uitvoeren qua kennis. Ja. Ja, ik heb geen verstand van hoeveel uur. Je kan ook je eigen LWP's schrijven natuurlijk, je kan ook je eigen stage aanpassen. Tenminste, wij mogen onze eigen LWP's schrijven. Ja, wij niet. Dat je dan moet je wel controleren door je coach natuurlijk. Maar krijg je dan een opdracht van, nou ja, je moet... Op het gebied van dit moet je onderhoud verzinnen. Ja, hoe groot moet zijn. Het werkproces hangen eraan. Oké. Dat is ook wel leerzaam, want nu kun je zelf neerzetten wat je zelf wil leren. Ja. Dan heb je weer meer les op maat of zoiets. Ja. Of checks op maat. Ja, want dat is ook wel belangrijk, want niet iedereen zit op hetzelfde niveau, niet iedereen heeft hetzelfde interesse. Nee. Hoeveel LP-tricks-tijd hebben we nu in 2 leerjaar? Ja, ik weet niet hoe. Dat was toch om te zeggen wat we moeten halen. Maar we mogen zelf beslissen. We hebben 2 dagen school. Elke dag om 3 uur. Ja, 6 uur 2's. 6 uur per week. En 6 uur LP. En in de volgende periode staan, omdat je dan stage loopt. Dan kun je die tricks natuurlijk aan die LP van meekrijgen. Even zoveel uur? Want als je in grote groepjes werkt, hoef je ook veel minder te doen. En dan, nou, zeg eens eerlijk, die tijd die wij op school zitten, dat gaan we nu eens voorkomen. Ja, maar dan moet je dus niet de les krijgen. Ik ben weg naar van over. Nee, dat is wel. Plaats even een break erin, want de tijd gaat razend hard. Het is bijna 3 uur. En misschien kunnen we even een korte inventarisatie over de vragen, als die al zijn. Zijn er al vragen op gele papiertjes gezet die een bijdrage kunnen, mogelijk ook al een bijdrage kunnen leveren op de. Dan mag je die hier inleveren, of die hier maar neerleggen. Zijn er vragen? Nog niet? Ja. Misschien dat deze vragen ook. Misschien kun je er even naar kijken. Ja, met stage. Ja, dat is wel mooi.
Lees anders even voor, dan weten we allemaal wat er op de vragen staat. Maak een keuze en dan... Zijn er ook lessen die je met andere opleidingen zou willen volgen? Nou, ik heb gehoord dat bij hbo-opleidingen kan, als je tweedejaars volgt. Maar wacht even, voorzitter. Lees eerst alle vragen. Alle vragen. Oh. Oh. Maak een keuze, want je hebt beperkt tijd. Ik heb al gekozen. De rest nog niet. Nog twee vragen is, vind jij een hechte klas belangrijk? Ja. En vind je het fijn om stages niet fulltime te hebben? Niet veel? Fulltime. En wil je meer stagebezoek? Dus ik denk dat ik ook. Dat is ook wel een belangrijke stagebezoek. Gebruiken jullie ook ETO en de leermeter als begeleidingsinstrument? Ja, ik heb hier nog onze in jullie sport in de opleiding. En wat is die van jou? Ik heb hier nog binnen jullie cijfers voor je toetsen en zo. Ja, cijfers voor je toetsen wel. Mag ik een vraag voorlezen en dan een keuze maken? Nou, ik vond die van ETO. Er is nog één. Er is nog één. Nog één. Wat is het dan? Wat? Deze. 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 Hier staat, wat valt er voor jullie exact onder coaching? En de andere is, hoeveel persoonlijke aandacht zou je van je coach willen? Ik wil jullie even ETO. Ik kan deze van de andere opleiding ook. Of van de opleiding. De andere opleiding is dat je... Gewoon maak de communicatie even een lesje. En die ook wel? Ja. Bijvoorbeeld... Ja, ik ben bijvoorbeeld niet goed toepassen. Dat jullie bijvoorbeeld... Ja, maar ze hebben gewoon een andere opleiding. Hoeveel vragen mogen wij beantwoorden? Nou, laten we 5 minuten doen. Kleine 5 minuten. We kunnen ook allemaal heel snel beantwoorden. Ja, ik wacht. Ja, we moeten het allemaal. Oh, nou deze. Willen we sport? Sportopleiding, maar niet echt. Ik vind het niet echt belangrijk, eerlijk gezegd. Als je er zelf naar... Ja, ik vind het ook niet heel erg belangrijk. Ik vind het wel een eigenlijk een eigen keuze moet zijn. Want je bent wel verplicht, maar er zijn op de vrijdag, je had wij sport en er zijn allemaal andere vier mensen die dan meedoen. En dan heeft hij leraar iets bedacht voor 20 leerlingen en dan ging... Ja, maar ik vind het wel belangrijk om sport te geven. Maar als je bijvoorbeeld iets verpleegkundig doet, dan... Ik vind het wel leuk. Ik vind het heerlijk om te zorgen. Ja, dat is ook lekker. Maar dan moet je dan in de hele klas zijn. Oké, hier bereiken we geen consensus mee. Ik krijg tijd voor om te vragen. Gebruiken jullie ook ETO en de leermeter als begeleiding? Nee, nou wel ETO. Maar daar kijken we alleen onze dingen op. Ja, dan zouden we dat nu gaan gebruiken. Ja, maar hij staat alleen in het laatste jaar. Nou, ik kijk zo rond op. Ja, misschien kun je er dan ook kijken. Het is ook niet of niet. Gaan we later. Ja, vind ik wel. Want we kunnen ook de coach kunnen ook feedback achter te laten over je en zo. Ja, dus ik zou het wel gebruiken. Ja. Zijn er ook lessen die je met andere opleidingen willen volgen? Ja, gewoon bij jou volgen vond ik wel goed. Ik vond het wel leuk. Dat zou ik wel doen. Ja, dat je... Zo krijg je misschien ook weer andere inzicht en op... Ja, wat je later wil doen. Ja, dat we bijvoorbeeld bepaalde dagen in bufferweken plannen, zodat we, zodat je, en dat er een aantal vakken zijn waar je naartoe kunt en dat je, dat met andere opleidingen laat. Van die workshops of zo. Maar dat vakken doen, ja. Vind je een hechte klas belangrijk? Ja. Ja, zeker. Ja, ja, ik ook. En dat kun je doen door middel van, waarom? Ja, om je persoonlijke dingen te delen. Ja. En ook je problemen. En met plezier naar school gaan. Ja, ja, motivatie. Ja. Vind je het fijn om stage niet fulltime te hebben? Ja, ik wel. Niet fulltime. Nee, het is fulltime voor 2 dagen stage. Ja, dat vind ik wel. Ja, nou, dat begint er niet. Wil je meer stage? Wil je meer stage bezoeken van je coach? Nee. Nou, weet niet. Of iets vaak in 2 jaar genoeg? Iets van die grotere feedbackmomenten tijdens je stage. Ja, maar dat heb je toch ook al tijdens de fysiek? Best wel. Met ik zou het in het eerste jaar nog wel doen. Ja. Dat je wel een beetje aan het vinger of tikt uit de hoek. Ja. En hoe verder je komt in je opleiding, hoe minder het eigenlijk op je eigen benen gaat staan. Ja, maar dan komt het altijd je coach, die komt één keer op de tijd. En die komt dan niet bij je in de klas kijken.
dat vind ik inderdaad wel het eerste jaar iets meer dan in de andere jaren. Ja, dan dat het geleidelijk afbouwt. Ja. Dus dat je meer op je eigen benen kan staan en uiteindelijk als je je opleiding klaar hebt, dat je gewoon echt op je eigen benen kan staan. En dat je bijvoorbeeld je echt je eigen problemen kan oplossen met, ja, met de juiste mensen. Ja. 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 Vinden jullie het format van de LBP's duidelijk? Van de LBP's nu? Ja. Nee, niet altijd. Nee, zijn soms dingen die zo uit de kast worden gemaakt. Ja, dan ja, krijg je een paar losse blaadjes, ja, en dan... Net zoals van die toetsen, ja, dat je denkt, oh, stop die vraag erin. Ook niet, dat niet helemaal. Nee. Of niet behandeld of zo. Ik denk dat het gewoon door een ene van de commissie sowieso nagekeken moet worden in die LBP's. Ja. Want het ja, feit dat dan niet aangepast wordt of dat de leraar weer... Oh ja, slaat die maar over, want die hebben we eigenlijk niet behandeld. Ja. Of, die past niet meer bij het nieuwe boek. Nee, dus LBP moet echt meer op de theorie gericht. Ja, vind ik ook. Ja. Dus wat jullie in het begin ook zeiden, een sterke koppeling tussen partijen. Ja. Dat is nu nog niet altijd... Volgende vraag. Dan moeten we dit stukje op willen op de cijfers willen. Ja, dat is wel voor het BVV, vind ik niet. En misschien voor verslagen ook wel cijfers. Ik vind het voldoende. Heb ik altijd van ja, nou leuk, ik heb het voldoende. Dan heb je al echt ontzettend veel moeite gedaan voor een heel groot verslag te krijgen. En zo vind je dat eigenlijk zo. Dan heb je van ja, als je cijfer krijgt, dan en weet je ook een beetje van wat het verschil ligt tussen, ja, tussen voldoende en goed. Want ja, ja, wanneer dan krijg je voldoende en minder en goed. Maar dan moeten jullie zelf niet LLP's presenteren. Als je het maakt. Ja, want dat hoort ook aan. We moeten verslagen maken. Wij presenteren eigenlijk alleen de lesstof die je leert of niet komt. Vaak moeten wij wel de presentaties weer maken van verslagen wat we gemaakt hebben. Dus en dan krijg je ook een. Dat zijn wel weer lessen. Dus doen wij cijfer? Ja, ja, ik vind het wel, heb je een beetje een... Ik zou geen cijfer hebben. Maar niet voor stage. Ook niet voor je toetsen? Ik heb haast geen toetsen. Maar als we die zouden invoeren? Ik heb alleen de laatste jaar. Dus, ja. Oh. Ja. Ik vind welke toetsen, maar ik vind voor opdracht vind ik het onvoldoende, voldoende of goed. We moeten de vraag afsluiten. Ik wil alleen. Ja, ik weet het. Maar ja, het is een coach. Ja. Dit roept allemaal zoveel op dat we er kunnen maar eindelijk mee bezig. Wat missen we nog, Dennis? Dat derde jaar nog niet zo gehoord? Nee. Kort, kunnen we in 3 minuten grote streken maken? Mini of, kunnen we dat? Ja, weer stage. Vanaf periode 1 vanaf, of 5. Ja, vanaf periode, ja. Vanaf periode 1 3 dagen stage. Ja. Ja. 2 dagen school. 3 dagen. En dan gewoon het hele jaar, periode 4 iets minder stage. Ja. Ja. Ik zou eerst, dan moet je die Excel's afrollen van school. Ja, maar eigenlijk moet je het dan gewoon af hebben al. Ja. Want dat kun je dan, omdat je dan in periode 3 en 4... van de eerste 2 jaar doe je ook wel examens. En dan kun je dat in 1, 2 en 3 van dit jaar ook doen. Ja. En dan periode 3 kun je bijvoorbeeld de examens die je op school moet doen. Ja, op dus hij heeft periode 2 trouwens nog de examens. Oh, ik moet het doen. Dus deze minder of helemaal niet? Of deze? Ik vind iets minder. Iets minder. Dan moet je verslagen en alles doen. Ja, je hebt heel veel tijd nog nodig voor je slagen. 2 dagen. 2 dagen. Ja. Ja, 2016. Dat je achterstallig werk nog in kan halen. Ja. Bij die examens moet er nog een leerjaar 2. 2 dit hoor. 2 dit hoor. Deze uit. Nee, dat is niet. Moet even opnieuw erin gooien. We gaan naar een afronding toe. Het is, gaat heel hard. We hebben nog 6 minuten om een soort van laatste statements te maken. Om te beginnen complimenten over jullie inbreng. We verwachten eigenlijk dat je een half uur nog in elkaar zit, 3 kwartier. Dat is natuurlijk heel kort in de bocht. Maar als je nou kijkt naar zo'n ontwerp, is dit ingewikkeld? Is dit complex zoals het nu gaat? Ik ben hier op 2 uur kloppen, officieel. Ik denk dat het wel is. Ja. Dank u. Ja. Ja. Kijk, het is aantrekkelijk wel. Wat denk je, zou het kloppen? Nee, dat is niet. Ja, deze hoort deze op meer te zijn. Hij springt wel ergens op rood. Ja, hij springt gewoon ergens op rood als het te weinig is. Dus, het is 8, dus wat is het? 24, 48. Ja. Maar waarom kan je. Ja, waarom zit daar een limiet aan?
Wil je meer BPV lopen dan? Nee. Ja. Nou, zoals dit. Ja, zo. Ik weet niet of je in de rood staat. Loop wij nu te veel of te weinig? Nou, kijk, je zit op het kantelpunt van een bolle BWL. Als je kiest voor een bolopleiding, dan kies je voor een leren stage. Ja. Kies je voor BWL, dan kies je voor werk leren. En dan krijg je een andere verandering. Dat zou een verandering zijn die jou misschien beter zou passen. Maar goed. Op een ander niveau gedraaid, of niet? Nee, het is niet een ander niveau, maar het is natuurlijk een andere opleidingsstructuur. Wat hebben we nu te weinig? Ja, maar natuurlijk leer je die ook helemaal niet ingevuld, hè? Nee. Dus kun je heel kort aangeven wat er nog mankeert? Nou, wat mankeert er? Het weet niet, zijn keuze die je maakt. Dus het is geen manco natuurlijk. Het ding zelf zegt in ieder geval, je onderwijstijd is wat beperkt in het eerste jaar. Dus, want je moet aan de 700 uur zitten qua onderwijstijd. Dus dat is hij zegt van, jullie hadden 3 dagen in de week naar school, hebben jullie gezegd. Nou, dat gaat hij niet redden. Dus daar zit, ja, daar gaat hij op in ieder geval op triggeren. Ik heb dat even verdeeld onder Twix en LBP, maar in feite, als je 3 dagen aanhoudt en over je BPV, dan zegt hij dat gaat hij niet. Dus dan zou je meer dagen naar school moeten gaan. Ja, in 1 en 2 hebben we. In periode 1 en 2 hebben we 5 dagen. 5 dagen, oké. Okay. Ja. Dan is dat, ja, dan heb je hem al opgelost. Denk ik voor een groot gedeelte. Want zie je, die heb ik op 2 dagen gezet. Oh, 6 lesuren, klokuren per dag. En dan de helft ervan. Dus 5 dagen hadden jullie, dus dat is 6, aan de helft van 18. Kan ik 14 van maken. Oké, okay, we gaan het afsluiten. Ja. Om te beginnen, applaus voor studenten, zou ik zeggen. Een mooi werk gezet. Wat hebben jullie ervan gevonden? Interessant. Lastig. Ja, dat is lastig omdat je niet echt weet waar je aan moet voldoen. En omdat je kunt het wel zelfs over denken. Maar je hebt toch altijd die eisen waar je aan moet voldoen. Maar het is wel fijn dat we wel dat het wel serieus genomen wordt van de naar een opleiding. Ik ben ook benieuwd wat de leraar er van gaat zeggen. Wat hiermee wordt gedaan. Ja, wat wil je ervan vermoed? Wat vinden jullie? Geweldig. Ik heb een hoofd zo leuke workshop gehad. Dat ben ik echt oprecht. Dan kan ik hiervan genieten. Wat jullie inbrengen. En wat jullie daar hebben bedacht. Ik kan heel graag op deze manier met ons eigen team wel eens met een focusgroep willen zitten. En ik kan hier als docent zijn. Op de tijd zal best wel heel mijn leven. Ik denk dat we heel eind met elkaar eens zijn. Ik vond het echt jullie inbreng. Jeetje. Op mijn van die McDonald's echt geweldig. Uren heb ik hier echt zitten. Dank jullie wel. Ik vond het wel knap dat jullie allemaal aan het woord waren. Ja. Ja. Soms heb je als één iemand die niet zo gezegd maar die komt er niet. Ik vond het leuk om te zien dat jij wel leidt, maar niet ertussen zit dat je te veel dingen moet. Op doel van een focusgesprek. Ik hoop dat jullie als docenten dit als een werkvorm kunnen zien die je gaat gebruiken. Gewoon themagewijs. Studenten zeg maar te laten praten en te laten brainstormen over wat voor jullie met elkaar eigenlijk heel belangrijk is. Hè? Want dat is eigenlijk het doel van de methodiek. Ja, en mag ik vragen, hè? Zijn jullie benaderd door het docent? Ja. Hebben ze aan jou gedacht voor deze werkvorm? Ja, ze hebben het ook helemaal gepraat. Ja, daarom. Nee, maar ik kan ook, hè, dus, hè, en dat je ook weer zeg maar, heel opbouwend aan het denken, ook echt heel opbouwend naar school te maken. Het scheelt al niet over vragen. Ja, nee, maar goed, ze zijn gevraagd, dus dat is, dan krijg je dit als resultaat. Nou, een half uur. Bam. Wij hebben al eerste stage in theorie verspreiden. Volgens mij ook, dat we stage theorie verspreiden. En bij de zorgopleiding snap ik het ook, dat je thuis die theorie krijgt dan kan oefenen. Ja, want wij kunnen natuurlijk niet vanuit andere opleidingen krijgen. Nee. Maar volgens mij hoor ik het ook zeggen. Ja, Wat zit er voor jou achter dan? Waarom vind je dat? Dan kun je gelijk dat je dit toepassen. Ja, ik merk wel in 2 jaar dat ik stage dat ik dat het een gat is dat ik dat geleerd en wat eigenlijk van me werd verwacht. Ja. En dan kun je dan bijvoorbeeld dat direct teruggeven op school. Als je er ook nog contact met school hebt, dan hopen dat ze daarop in kunnen springen. En je hoort een stukje volwassenen op school opdracht te maken, is dat dan vorm bedrijf. Het liefst zou je dus een half week hebben. Ja.
Heb je nog een beetje verandering in je week? Dus zit je niet alleen maar op school? Want vijf dagen school, ja, dat hebben we ook eerst gehad. En, dan je... en hoe bevalt het jullie dan? Want jullie hebben dat? Hoe bevalt dat? Ja, goed, heel leerzaam. Want je groeit echt in je stage en je moet het vak wat je wil doen. Ja. Oké. Hebben jullie een duidelijker beeld gekregen van de vaste werkweken en het herontwerp? En de manier van werken met het herontwerp, is dat helder geworden? Mm-hmm. Want daar heb je misschien, zo ben je misschien wel gekomen, maar je hebt nu eigenlijk in beeld, live in beeld gezien of zien werken. Dat is eigenlijk was ook een beetje ons idee van laat hem gewoon aan de hand van studenten hier zien en gebeuren wat de potentie van het apparaat is. Want herontwerp wel, maar over die vaste werkweken, zei dat je jongeren hebben geen tijd meer voor, hè? Want zij moeten kunnen kijken van hoe dat ingezet wordt. Is dat een periode? Nou ja, kijk, als ik goed naar hun heb geluisterd, hebben ze telkens over, ik wil 3 dagen naar school of 2 dagen naar school, dat is hun vaste werkweek. Ja, dus dat betekent dus dat ze aan één gesloten les willen hebben, hè? Daar ga ik maar even vanuit, en dat ze dus daarnaast stage willen hebben. Dus praat je over vaste werkweek, en ook voor jullie, hè, dat is het begrip waar we het hebben, containerbegrip. Dat betekent gewoon, studenten willen gewoon een aantal dagen op school zijn en willen een aantal dagen stage lopen. Nou, dan heb je hem. Dat is vaste werkweek. Daarom zeg ik, laat ze maar praten. Kijk, want als zij zeggen, we willen graag tussenuurtjes hebben en we willen 5 dagen in de week, heb ik ze niet horen zeggen. Nee, ze willen iets anders. Ja, ze hebben bij ons op school. Ze hebben eerst gezegd dat ze op vakantie willen. Ja, nee, hebben we ook niet gehoord. Over vakantie ook niet, hè? Nee. Aan één gesloten lessen hoort ze alleen maar noemen. Ja, geen vakanties. Nee. Nee. Oké, allemaal bedankt voor jullie inbreng. We zouden graag, en misschien heb je daar zelf ook belang bij, jullie oranje briefjes willen hebben als transcript. Als je zegt van we willen dat transcript hebben, dan moet je even je mailadres opschrijven hier op een velletje. Dan krijg je dat toegemaild, geldt voor jullie ook. He, dus we werken het zeg maar in zoverre uit dat we deze dingen overtikken op een A4. Dat geeft een beetje een beeld van hoe mensen gekeken hebben naar jullie inbreng. En dat doen we niet gecensureerd, dus we nemen gewoon over wat er staat. We kunnen de vragen zeg maar even apart benoemen. En misschien krijgen we nog een aantal witte briefjes waarop specifieke aandachtspunten voor ons staat, voor Dennis en mij. Waar we rekening mee zouden kunnen houden bij een volgende focusgesprek of iets. En daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. En dan dank ik jullie allemaal voor jullie tijd. Ik heb het heel inspirerend gevonden. De studenten moeten nog even blijven zitten, want we willen nog even gegevens van rekenen voor de Japanners. Dank u wel. Ik heb het niet meer.